GCT. Nee, ik zeg het altijd. Oké, dit is GCT met die Cabonek, Jiri Poems. Poems! Redo Topia Poems. Poems! Oké, we gaan nu naar de jungle. En daar krijgen we die Cabonek's lievelingspersonage. Namelijk Donkey Kong. Yeah. Oh, omdat hij Malkaan is zeker. Hé, je moet wat harder praten, Willem. Nee, natuurlijk niet. Je moet Willem, potverdorie, Jiri Poems. Wat bananen, vind je wel Poems! Poems, Jiri Poems. Oh, ja, hier komt Donkey Kong! Ja, dat vroeg je nou net. Ja, dat je iets harder moet praten. Zo goed! Ja, beter. Okay. Mooi. Hé, hey, dat gaat weer flink, hou ik niet meer. Nee, nu niet meer. Oh, hij ziet er sterk uit, vriend. Hij ziet er sterk uit. Het heet ook elke dag. King Kong. Oh, nee, ja, daar word je helemaal gaal van. Fitness elke dag. Potverdorie, helemaal niet zelfs. Nee, ken je of zo? Oh god, die ziet vet uit, man. Die ziet Bullet Bills. Ja, wie kent ze nou niet, hè? De Bullet Bills? Wie kent ze nou niet? Ja hoor, met nootjes. Met nootjes. He's shooting with nuts. Ja, maar it's hij. Nuts. Oh, hij is hier één bullet bill vergeten. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oké. Wow, wat een team. Wat een team. Oh, die ziet er vet uit, joh. Back explosion at the backside. Schaal ons uitdagen, man. Wie ga jij kiezen? Ik zou die de Kong kiezen, als ik eerlijk ben. Fuck it. Donkey Kong. Ik vertel niet, hoor. Ik zou echt eerder voor Donkey Kong gaan. Okay. Ja, zelf weten. We zien wel. Oh. Kijk, ik kan ook echt gewoon op je springen, net als met Mario. Wat lol. Hoor de achtergrondgeluidje ook, hè? Oh, nu zie je King Kong! Luister! Ja, best gooien. Godverdomme, die dingen zijn... What the fuck, ik zei toch, Donkey Kong... Die dingen zijn te klein als ik groot ben. Die dingen zijn te klein als ik groot ben. Ah. Jongen, je snapt me wel. De dingen zijn te klein als ik groot ben. Jongen, je snapt... Ah, fuck. Wat gewoon door Koopa. We get the point. We get... Ik niet. Oké. Ik ben echt lekker proberen. Dit geluidje, dat doet me echt denken aan Donkey Kong Country. Voor de Game Boy fans, oftewel de Super Nintendo. Nee. In ieder geval. En tegenwoordig ook voor de Wii. Ja, op de Wii Channel. Wii Shop Channel, hè. Daar kan je het gewoon ook downloaden. Waarom downloaden? Ik heb tegenwoordig ook een spel ervan, hoor. Wow, ik ging bijna. Ja, maar je moet hem downloaden, weet je, als je het op de Wii wil spelen. Anders kan het niet. We gaan eerst naar beneden. Ah, ja, oké. Okay. We hebben dat ding. Yay! Weet je wie dat is? Nee, hij is eruit! Wat de f. Ja, pak dat ding. Mooi. Yo. Oké, okay. Toppie. Nee, die. Nee, wacht, ik ga zo. Ja, wat moet je doen? Ja. Perfect, perfect, perfect. Dat heb je heel goed gedaan. Dank je. Niks te dank. Oh, dit is gewoon echt een Donkey Kong. Ja, dit hoort gewoon bij het Donkey Kong spel. Met die dat is zo'n grote aap in zo'n klein ding. Nee, die schiet er. Ja, ik weet niet hoe die ding heet. Hoe heet die ding ook weer? Het zijn, hoe heet die ding ook weer? Paf! Misschien kanonnen. Nee, geen kanonnen in ieder geval. Nice. Je hebt een firefly in je hand. En niet meer. Oké, je moet er aan links. Hoe kom je erbij? Dit is leuk eigenlijk. Ik krijg een bliksem. Weet je, ik vind de story mode nooit zo goed van een Super Smash Bros. Weet je waarom? Je zit altijd zo fucking lang om te lopen. Je loopt er fucking langzaam mee. Kan dat ding ook pakken beneden? Ik vind het wel leuk om die kleine dingen Mongolische dingen te slachten. Je weet het, maar ik bedoel, het doet zo langzaam. Probeer dat ding te pakken, links, beneden. Links, onder. Als je weet hoe dat moet. Daarvoor moet je eerst het bovenste rondje raken. Oh. Komt wel? Gewoon naar boven springen en dan naar boven en B. Fucking Koopa! Kom op! Naar boven springen en dan naar boven en B. Ha, dat haalt hij niet. Oh, die. Nou, je kan toch daar op springen, boven die... Ja, daarboven dan. Ik ben echt fucking groot bezig, echt serieus. Oké, okay. Dan leg ik het ook. Zo. Kom op man. Kom op. Maar ik ben ook echt niet gewend om met zo'n kutbeest. What the fuck? Ja, ik zei het toch. Ik ga gewoon doorlopen. Ik zei toch, neem Diddy Kong. Hé, een trophy. Volgende keer ga ik echt Diddy Kong nemen, ik zweer. Hij is echt zo slow. Ja, hij tolt je. Een deur. Wow. Een andere dimensie. Ah ja, we willen niet die deur zien, we willen een andere deur zien. En die deur is namelijk... Die deur is rood, maar we moeten een gele hebben. Oftewel een jouw deur. Een rode deur. Ja, dat kost je een procent, hè? Oké, dat had dus geen niks. Jee, oké. Oké, wat zien we nu? Een aap. Ja, en je bent dood. Een dode aap. Ik ben die, nu kan ik erbij. Eindelijk. Oké, maar daar gaan we niet naartoe, want dit kost gewoon echt te veel tijd. Ga gewoon naar... Wow, dat ding aanraak je, ja. Oké, toppie. Ga gewoon naar rechts. Oh, shit. Oh, toppie. Dit is wel...
Zie je, Diddy Kong kan veel sneller bewegen dan Donkey Kong. Dat is handig. Voortaan ben ik altijd Diddy Kong. Ja, dat is ja graag. Lijpe sizzle. Social sizzle. Ja, dat kan nog steeds goed uitspreken, maar wie keek er gisteren The Voice of Kids? Fuck it. Ik niet. Ik niet. Er was zo'n meisje van 13 jaar. Hello, please. Hey, oh, je weer Poms. Poms. Ik zeg dat ik Poms. En hij zei, lijpe sizzle. Lijpe sizzle. Ik heb het ook gelacht toen ik dat zag, ja? Ja. Oker. Oker? Oker, ja. Kijk hoe ik slacht. Oh, wat was dat nou voor ding? Een extra leven. Oh, hoor je die dingen? Oh ja, tonnen. Tonnen, ja. Jongen, je zit de hele tijd te denken en dan is het woord, daar verwacht je iets heel erg spectaculairs en een tonnen. Een ton. Ja, een ton, ja. Wat moet ik anders zeggen? Een ton? Ja, nee, dat is gewoon een ton. Ja. Dat is een bazooka. Een ton, oftewel een holle ovaal waar je in kan zitten. Ja, en wat nog meer, want ik... Mens... Oh, kom op! Stoot hem! Men gebruikt dan ook wel om wijn in te doen. Oké, dit is dus geen Dead Row game, hè? Want we zijn al twee keer doodgaan tot nu toe. Althans, hier weer Pons en doen? Redotopia! Ja, al jullie zeiden dat ik naar beneden moest springen, dus dat deed ik ook. Ja, ik heb het zo helemaal niet meer gespeeld, dus ja, ik ook niet. Moet. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, doen. Je Poms. Waarom zeg je dat? Waarom zegt iedereen nou even vandaan? Nou, dat komt misschien omdat jij zo heet. Want jij als het erbij... We hebben iets afgesproken dat we alleen maar onze YouTube-namen zouden zeggen. Een deur, dat is een deur, potverdorie. Dat is een rode. Ah ja, waar moet hij naartoe gaan? Een Giant Kumba. Nu ben ik Giant Aap. Hij heeft een giant too. Jee. Kom op. Slaan. Oh, oké. Okay. Een golden door. Oké. Okay. Oh, hij is helemaal gek geworden. Nou. Wacht. Oh ja, tuurlijk. We moeten wachten. Pitsie. Oh, ik wil er bijna drukken. We hebben een bananenvlucht gevonden. Nou, nog niet. Daar komt onze grote vriend aan. Boom. Bowser. Hij heeft zin in een banaan, volgens mij. Oké, okay, zeg hem niet dat we moeten vechten tegen hem. Dat moeten we dus wel. Kijk, nee, ik ben Kong voor aap. Oké, okay, dat ding is zo vet, dat apen. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor die, wat mooi. Dat is echt mooi. Dat is echt heel mooi. Wat een ontroerend stukje. Stage clear, yes. Oh, wat helemaal. Ja, Critter, Space Pirate, Fire Kirby en Electro. Sorry dat we dat bij de volgende... Wacht. Ja, sorry dat we dat bij de vorige episode niet had gedaan, maar... Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Hoi het.